Hoi, ik wil je laten zien hoe je merged tussen verschillende branches. Dus ik ga jou laten zien. Ik zit nu met Git Status, kun je zien. Ik zit op de Reshell branch. Welk project ik doe, dat maakt niet zoveel uit. Maar het is een project met een Reshell branch, een Develop branch en een Master branch. En het project heet Prong. Processing Pong, dat is niet zo heel erg belangrijk. Het heet Prong. En wat ik ga doen, ik ga als Richel, ga ik mouse met mousepad, ga ik even onderaan schrijven. Ik zit op Richel. Ik zit op Richel. Dat je weet van oké, dit heb ik veranderd. Ik zit op Richel. Ik heb nu ook zien, cat, readme. Zie onderaan, ik zit op Richel. Ik ga dit inchecken. Git admin minaldo.slash git commit. Commit min m. Ik zit op Richel. En git push. Wat we nu zien gaan gebeuren, is als we naar de Travis pagina gaan. Ik zal laten zien hoe je daarheen komt. Dus dit is Prong. Je klikt op de build badge van Travis. Dan word je erheen gebracht. Hier zien we, je klikt op build history. En dan kun je alle builds zien. Je ziet, nu is het hetzelfde. Dus ik klik deze nu weg. Of nou ja, ik ga weer terug naar Prong. Dus hier, hij zit op Richel. En nu gaat Travis kijken of ik iets heb stuk gemaakt. Nou, we kunnen zien dat het ongeveer 44 seconden gaat duren. Dat kan een beetje afwijken, want soms duurt het langer, soms duurt het korter. Maar we hebben nu op Richel een nieuwe versie gemaakt. Dat gaan we aangeven. Richel, nieuwe versie. Kijk, hoppa. Maar, op develop zit hij nog niet. Laten we zeggen, dit is heel slim wat ik net heb gedaan. We gaan het nu naar develop sturen. Als ik nu naar develop ga, als ik nu git staat, ik doe even clear dat het leeg is, bij git staat, dus ik zit nog op Richel. Als ik nu ga naar, en als ik dan readme even bekijk, staat ook onder, ik zit op Richel. Dat is precies wat we willen. Ga ik nu naar develop toe, dus nou word ik develop, nou ben ik dus hier op develop, doe ik nu cat readme, staat dat er nog niet. Dat klopt. Develop weet nog niet dat wat Richel heeft gedaan, dat dat goed is. Nou, we kunnen onze code naar Richel, naar develop sturen, als, enkel als, de build gelukt is. Nou, de build is gelukt. Richel maakt niks stuk. Dat betekent de build is gelukt. Op develop doen we git pool, gewoon om zeker te zijn dat er niks gebeurt. Nou, dat is blijkbaar niks aan de hand. Dan doen we git merge reshell en git push. Met git merge reshell hebben we gezegd dat dat wat op reshell zat, dat dat nu ook op develop zit. Dat betekent dat als we nu kijken naar de builds, dat die op develop, kijk, dit is de branch, dat nu x de reshell is naar develop gegaan. Ook dit zal even duren. En daarom verder ik niet zoveel. Ja, dit is eigenlijk de kern van de video. Want dat, als dit het doet, dan kun je dat weer doorsturen naar master. En als je master breekt, nooit doen. Want als je dat doet, moet je ranja of koffie of wat dan ook halen voor de rest. Ik ga nu ook naar master toe. Git checkout master. Nou zit ik op master, die heeft die nieuwe versie nog niet. Als ik nu cat readme doe, zie je dat er nog niks staat. Dus ik doe git merge develop. Oeh, dan krijg je een raar scherm. Bij deze is het ctrl x en doe git push. En nou heeft ook master de nieuwe versie. Nou, dit moet je alleen maar doen als je zeker weet dat develop het doet. Nou, dit duurt best wel lang. Nou, dit is nog iets van 10 seconden. Maar ik denk dat develop het wel doet.
dat weten we redelijk vlot. Kijk, wat ik dus nu heb gedaan is een gok geweest. En als ik kijk, hoop develop doet het nou. Nou weet ik redelijk zeker dat master het ook gaat doen. Dus ik heb net reshell gemerged naar develop toe. En develop naar master toe. Nu ga ik het andersom doen. Ik ga op master ga ik die regel weer weghalen. Dat ga ik doorsturen naar develop en dat doorsturen naar reshell. He, want ja, dit is allemaal onzin wat ik heb gedaan. Mousepad readme. Bij Windows is dat Notepad readme, want die hebben nu een ander programma. Ik ga naar de onderkant. Delete de regel. Ik save hem. Ik sluit hem. Ik doe weer git add min min all. Git commit min m. Tekst weggehaald. Ik doe git push. Nou heb ik op master de tekst weggehaald. Dus ik pak de grote gum. Master heeft nu een beetje rood achter, maar dat is wel prima. Op master is de tekst nu weg. Als ik nu cat readme doe, zie je dat hij onder niet meer staat. Als je naar de Travis builds kijkt, hij is nog bezig met deze merge. Deze had nog de tekst. Hier heb ik de tekst weggehaald. Nou, ik verwacht dat dat het gaat doen. Sowieso omlaag, maar vaker. Nou, wat ik nu ga doen, ik ga nu naar develop toe. En ik merge het werk van master naar develop. Git checkout. Develop. Hier staat die rare tekst nog. Kijk maar, cat readme. Ik zit nog op reshell. Dan doe ik git merge master. Want op master is hij al weg. Dat trek ik nu weer omlaag. Hop, en git push. En als ik nu readme bekijk, zie je dat hij weg is. Dus deze kan weg. Nou, dan ga ik reshell ook meteen schoonmaken. Dus ik ga git checkout reshell. Ja, daar staat hij nog. Kijk maar, Katrien, hier. Ik zit op reshell. Nou, nu niet meer. Wij trekken develop naar ons toe. We doen git push. En nou, ook op reshell is de tekst. Is de tekst weg. Dus wat ik je nu net heb laten zien, is als je op reshell werkt of op jouw branch, hoe je dat naar develop merged. Als je het lef hebt, het naar master merged. En ik heb ook laten zien hoe je dat andersom doet. Want in principe maakt het niet uit welke kant je doet. Alleen deze branches hebben wel een andere functie. Reshell is waar ik op werk. Develop is waar we onze code samenvoegen met de andere mensen uit het team. Ja, dus die vinden het vervelend als develop het niet doet. Want die gaan dan misschien een foute versie naar zichzelf toetrekken. En master zou het altijd moeten doen. Als je master stuk maakt, is het niet goed. Dan moet je dus koffie of thee of oranje halen. Okay. Ik hoop dat het een duidelijke video was. En ik wens je nog een hele fijne dag. Houdoe!